dus welke dag is vandaag? Het is vandaag maandag. Ik ben hier samen met Sue. Hallo. En we zijn vandaag met Blondie bij de aqua trainer, want ze heeft vorige week heeft ze 3 keer natuurlijk op de aqua trainer gestaan om te wennen. En nu gaat ze 1 keer per week. En dit is nu de eerste keer per week. En het paard van ons heeft wat vertraging, dus we gaan er nu even op een bijtje paddock zetten. Je moet wel je hoofd op je voorhoofd op je handen leggen. Nee. Dat grote is voor Sjoel. Hoi hoi! Het is vandaag. Ja, wat dag is vandaag? Het is vandaag woensdag. We staan met vrouwtje en 3 spuiten. Die mag ik lekker in haar mond gaan spuiten. Ik haal ze op. Want Verona heeft natuurlijk haar beentje. Nou ja, dierenarts gekomen. De afgelopen paar dagen hebben ze in haar kont en haar borstdingen gespoten. Nu is dat voorbij en moet ik alle dingen geven. Dan beginnen we met de metacam. Pijnstilling. Ja, Roontje, ik weet het. Ik weet dat je niet aan. De metacam. Nee, blijf. Dan heb ik hier. Hoe heet het nou? Kom. Ja, ik weet het. Dat is nu al een keer uit zo. Dit is antibiotica. Ja, Roontje, ik weet het. 600 gram, 600 kilo is ze, dus. Ik moet hem helemaal geven. Het spijt me echt heel erg. Oh, gadverdamme. Oh, het komt er allemaal uit. Dit was niet helemaal de bedoeling. Gewoon. Ja, ik snap je, maar ik moet het allemaal krijgen. Ja, ik snap je. Dit ging in. Dit ging niet helemaal lekker. Ja, kom hier, kom hier. Ja. Ja. Dit ging even mis. Dan de laatste spiegelvenien. Spijt me ook, spijt me heel erg. Ja. Normaal gesproken gaat dit een stuk beter. Maar ik film het nu precies een keer en dan gaat het helemaal mis. Dus gewoon, wat hebben we hiervan geleerd? We gaan niet meer filmen als spuiten geven. Dan heb je dit race gehad. Dan gaan we het even wassen. Kom. Het ruikt, die antibiotica ruikt een soort naar pedo. Ah, hoe heet het mijn veer bijten? You bitch. Ja. Verona is nu geantibiotica'd. Ik ook. Volgens mij ligt daar ook. Ja, Isaroom. Nou, dit was ons mooie avontuur. Dat helemaal mis ging. Maar ze heeft een spuiten gehad, dus dat is helemaal top. Nu hoef ik pas vanavond weer een spuiten te geven. Oh nee, dat is niet waar. Vanmiddag weer. Dus je moet 3 keer per dag biogenium, 2 keer per dag antibiotica en 1 keer per dag metacam. Dus Roontje, wat hebben we hiervan geleerd? We gaan het voortaan zonder camera doen en anders. Dit gaat niet zo. Nou, ik ga deze nu even weggooien en deze omspoelen. Love it! Hi, kom ik je storen? Blondie, ben je een beetje moe? Het is ook heel warm. Wie ben je? Zo, ik ben klaar met het paarden van Daan en Steef. Daar heb ik de afgelopen 2 dagen even mee geholpen. Nu is het tijd om. Oh, ik wil echt even zitten. Nu is het tijd om Blondie te gaan zadelen. Ik heb een hele snor. Pardon. Daar is het om Blondie te gaan zadelen. Oeh, lekker pot. Blond gaan zadelen en dan hebben we les. Dus ik ga nu even rijden in les. Voordat hier mensen binnenkomen en elkaar gaan aankijken.
Ja, zoals je ziet hebben we Tessa vandaag in een andere situatie dan normaal. We gaan vandaag, ik denk sowieso het begin, gaan we beginnen met de zitles. Want ik hoop eigenlijk dat we hem zeg maar zo en Blondie met logeren wat los kunnen maken. Jou wat met je houding kunnen helpen. En dat we dan straks hoofdstelletje wisselen en dat je nog even zelf een stukje rijdt. Ja? Dat is mijn doel voor vandaag. Tenzij je gaat zitten als een zak aardappelen, dan moet je verplicht een half uur aan de longe. Ik kan ook gewoon zo gaan zitten. Ik kan niks meer. Nou, dan zit je hier nog een half uur. Even wachten. Ik ga wat doen. I am going to longeer her by myself. Nou, dit was de les. Tada! Dit wordt een nieuwe sport, wordt dit. Ik zal lief voor je zijn en er niks in doen, oké? En je mag er wel wat in doen. Ja. Dat kunnen we altijd nog doen. Hada? Oh, dan moet ik de teugels vasthouden en... Oh. Ja, ook je ringvinger moet eromheen, hè? Om je teugel. Gaat wel, zo. Wat zei je? Zo gaat het, denk ik wel. Ja, zo gaat het. Kijk eens. Nou, kijk eens of je dan hiermee toch ook in de stamp al een keer licht, niet zozeer verlichte zit, maar een beetje verlicht staan kan doen. Goed zo. Heel goed. En dan denk je goed aan waar zijn mijn benen. Dat als je dan gaat zitten, dat je je benen weer op diezelfde plek houdt. Goed zo. Ga je steeds weer zitten. Zonder dat je dan gaat zitten, zeg maar, dat je benen nog verder uitgedrukt worden, snap je? Ja. Goed zo, oké. We gaan een drafje maken. Kom maar, Blondie. Draf. Goed zo. Heel goed. Oké, doe je steeds in verlichte zit. En als je voelt dat gaat goed, ik heb mijn benen onder controle, dan ga je weer draven. Dan ga je weer licht rijden. Ja, en hou de nadruk op je glazen. Goed zo. Keurig. En dan doe je het weer. Goed zo. En let heel goed op het moment dat je weer gaat lichtrijden. Dat je dan niet, dat je daar wel je balans goed houdt. Nog een keer. Ga je weer verlichte zit. Hou vol. Hou vol. Hou vol. En dan ga je zitten. Dus je gaat niet zitten op het moment dat je je balans kwijtraakt. Maar op het moment dat je denkt, ik heb mijn balans, dan ga je zitten. Doe je het nog een keer. Ah, goed. Dan bleef ze in ieder geval mooi met de schouders aan de buitenkant, hè? Ja. Kijken of je er al op wat kunt verruimen. Dus meer gewoon die achterbeen een beetje naar voren drukken. Goed, ja, ook nu mag ze niet tegen je linkerbeen gaan hangen. Zo, ja. Goed zo. En weer terug. Dat is mooi. En tuurlijk moet het nog lager en met meer aanspanning. Zo, maar daar zijn we gewoon elke dag mee bezig om dat op te zoeken, hè? Dat dat beter wordt. Goed zo. Maar dat is gelukkig niet alleen bij jou, dat is bij mij ook. En ik weet zeker dat de mensen die nu in Tokio rijden, zijn ook nog steeds dingen aan het oplossen. Hè? Die willen ook nog meer lossigheid hier, nog meer aanspanning daar, nog meer bekken achterover, nog meer die hals los. Goed zo. Nog meer de kaken ontspannen. Heel mooi. Zo naar de draf. Met je been erbij. Goed zo. Heel goed. Lekker hals laten strekken zo. Denk aan je linkerhand, hè? Goed zo. Anders moet je van de week de hele dag ga je bij je vader met van die glazen lopen zo. Ja. Goed zo. Lekker stappen zo. Goed hoor. Goed gereden. En wat, holy moly. En wat ik zeg, hè, tuurlijk moet er nog van alles verbeteren. Maar dat is niet alleen bij jou, dat is bij mij ook, dat is bij iedereen zo. Ja. Tuurlijk, als we naar haar kijken, moet ze nog meer over de rug, nog meer de kaak los. Maar dat is waar we elke dag naar op zoek zijn. En dat is waarom we van alles doen. Een keer aan de bijzet, een keer naar de aquatrainer. Dat ik hem een keer rijd, dat we en haar en jou natuurlijk leren om op die goede manier te functioneren. Ja. Maar omdat eigenlijk een paard net als ons is, want ik weet zeker dat een bodybuilder bijvoorbeeld, is ook elke dag nog dingen aan het trainen. Omdat hij denkt, ik heb toch deze spier iets kleiner dan die spier. Of ik heb toch nog te weinig kracht in mijn benen of in mijn kuiten of in mijn buik.
die zijn dat ook elke dag nog aan het trainen. Dat is natuurlijk eigenlijk wat we met het paard ook aan het doen zijn. Wij willen natuurlijk een super fit girl van haar maken. Dus ja, dan zullen we elke dag op zoek moeten welke spieren we nog missen om uiteindelijk de fit girl te worden. Ja. Goed zo, lekker uitstappen zo hoor. Heel erg bedankt voor de les. Top, geen dank. Kijk, nou is dat hij hier wandelt. Volgens mij zit een eigen processierups. Ho, pas op. Maar weet ik niet zeker. Alice, pas op. Kom. Wacht, ik ga het even opzoeken. Nee, ik kan liever niet geen eigen processierups. Ik heb geen idee wat voor rups het is. Als jullie het weten, laat het weten in de comments. Want dan weten we weer wat nieuws. Hé, hey, kleine zeehond van me. Oh, mijn ochtendstem is echt geweldig. Alice... Kom jij eens? Ja, Jessie, jij bent braaf. Kom maar! Alice, kom! Nee, niet terug. Kom. Kom mee. Om te bedenken dat ik hier, denk ik, 2 maanden geleden nog op heb geschatst. Kom. Oké, okay, jij hebt al lekker wat losgereden, of niet? Ja. Stap eraf galop? Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga je zo gewoon rustig aan galopperen. En als je galop goed voelt, dan kom je een keer hier naar dat roze ding galopperen. Het mooie is als we niet zo hoog mogen springen, dan kunnen we in ieder geval lekker aan controle werken. Denk meteen aan je duimen mooi bovenop, hè? Goed zo. Makkelijk galopperen. En vooral na de sprong voelen hoe je controle is. Gaat hij te hard, rij je terug naar stap en terug naar halt. Het liefst wil je gewoon zo galopperen. Goed zo, recht. En het liefst ook voor je wending de galop goed, hè? Goed zo. Doe je van de hand veranderen, doe je dat nog een keer. En hoog. Vindt wel heel fijn dat ze er meteen naartoe rent. Ja. Oh. Zeker omdat ze natuurlijk een tijdje niet gesprongen heeft. Doet mij het wel heel goed om te zien dat ze niet eerst miept. En dat zegt ook iets van jouw benen, hè? In de goede of slechte zin? Ja, goed dat jouw benen daar dus de overtreffende trap zijn. Rustig. Heel mooi gereden. En goed zo. Doe je meteen heel even stappen. Nou, zo moet het. Klaar. Tada. Zoals die laatste. Dat je gewoon mooi terug blijft zitten en daar naartoe blijft rijden. Zonder dat je jezelf wel mooi dat voorwaarts, maar zonder dat je druk maakt in je lijf of iets. Dat het gewoon makkelijk loopt. Goed zo. Jezelf niet druk maken, wacht in je zit. Goed zo. Denk in slow motion. Keurig, veel beter. Rustig zitten, fantastisch, hartstikke goed. En hoog. Oh, zelfs een wissel krijg je van daar. Even stappen. Ik heb net les gehad op Blondie, het ging hartstikke goed. Wel weer even wennen na, denk ik, 2 maanden niet springen. Ik vond het wel heel erg leuk, maar ik moet wel weer even leren om controle te krijgen.